Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hier voor de piep, hoera! Van harte gefeliciteerd, lieve prinses Kate. En wat word je al groot? Oh, ik weet nog zo goed dat jij 3 was geworden. Maar vandaag word jij geen 3 jaar. Jij wordt 6 jaar vandaag. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat je een fantastische dag hebt met je allerleukste dingen. Misschien komen er wel familie en vrienden op bezoek. Of mag je een taart aansnijden. Of misschien wel allemaal andere leuke dingen. Ik heb ook wat dingetjes gehoord. Namelijk dat het al heel goed gaat met zwemmen. En dat je al zit in bandje 4. Wat knap van jou. Wat ontzettend goed. Misschien kan je uiteindelijk wel zo goed zwemmen als mijn vriendin prinses Ariel. Zij kan dat supergoed. Maar dan zwemt zij natuurlijk met 2 benen aan elkaar. Met een staart zo. Ik heb geen idee hoe dat moet. Maar misschien kan jij dat wel heel erg goed, Kate. En ik heb ook gehoord dat het al heel goed gaat op school. Namelijk dat je elke keer als eerste klaar bent met je weektaak. En dat je dan een mooie sticker krijgt. Oh, Anna en Olaf zijn ook echt dol op stickers. Olaf die verzamelt voornamelijk wortels met gekke gezichtjes erin. En zo heeft hij er een heleboel. Eentje die heel erg blij kijkt. Kan jij ook heel erg blij kijken, Kate? En eentje die heel erg verdrietig kijkt. Kan je heel verdrietig kijken, Kate? En misschien eentje die een beetje bang kijkt, zo. Heel goed. Nou, Olaf heeft dus allemaal gekke wortelstickers. Maar misschien heb jij ook wel allerlei leuke stickers. Misschien zelfs wel eentje van mij en mijn kleine zusje Anne. Dat zou leuk zijn. En dat je het ook heel erg leuk vindt om met alle vriendjes en vriendinnetjes te spelen. Nou, dat snap ik wel hoor. Want ik vind het ook altijd heel erg leuk om spelletjes te spelen zoals Hints. Met Anna en Olaf en Christophe en Sven. Ik ben nog wel een beetje aan het oefenen. Want vooral Olaf, die is er heel erg goed in. Hij kan zich dan in allemaal verschillende kleine stukjes zo, allerlei dingen nadoen. En dat maakt het wel een stukje makkelijker. Maar als je gewoon een mens bent zoals ik, dan moet je dat toch een beetje anders doen. Hints is dat je iets uitbeeldt en dat je het moet raden. Dus zullen we misschien 1 keertje spelen? Ik beeld iets uit en dan moet jij raden wat het is, goed? En het heeft ook te maken met jouw school. Goed zo, ik ben aan het lezen. Eens kijken of je deze ook weet. Goed zo, ik ben aan het schrijven. Wat ontzettend goed, Kate. En ik heb ook gehoord dat je het heel erg leuk vindt om vader en moedertje te spelen. Dat klinkt ook wel als een heel leuk spelletje. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar misschien kan jij straks ook wel met je vriendjes en vriendinnetjes het spelletje Hint spelen. Dan kun je goed oefenen wat je kunt nadoen. Bijvoorbeeld chocolade eten. Of misschien kan je een prinses nadoen. En dan moeten zij raden wat het is. Nou, Kate, ik hoop dat jij een hele fijne verjaardag hebt vandaag. En dat je dus echt heel veel leuke dingen mag doen. En misschien kan je het spelletje zelfs wel even testen. Ik hoop ook dat je lekker de taart kan eten en cadeautjes kan openmaken. En dat je een hele fijne dag hebt. Heel erg gefeliciteerd met jouw 6e verjaardag. En hopelijk vang je mijn dikke kus. Tot gauw. Dag, Kate.